dames en heren, en welkom terug. Welkom terug bij Ark Survival Evolved. En er is iets gebeurd. Er is een Ark update geweest. En wat? Nu maar één dag te laat. Niet een week te laat, niet een maand te laat, niet twee weken te laat. Maar één dag te laat. En weet je wat geweldig? Het geweldige is aan deze update. Heb jij een leveltje? Heb jij een leveltje? Oh damn, geen leveltje. Hier nog iemand een leveltje. Er is super gave dingen gebeurd, dames en heren. Geen leveltjes zeker. Oh, hier een leveltje. Ik hoop dat hij het ook doet. Jullie dan met je goud eruit. Oh, dino's doen nou een emote. Oh, hij schreeuwde zelfs. Heb jij een leveltje? Yeah, nice. Oké, melee damage. Oh, wat gaaf. Dino's doen gewoon nou een emote. Al die freaking flying names. Oh, wow, maar één level. Oh. Ik ben nog mijn pijltjes en darts kwijt, zo te zien. Kan gebeuren. Ik verlies al vaak de spullen. En ook, dames en heren, hier ergens in de tuin loopt... Daar loopt de andere, de bever. Sinds wij vorige aflevering de tuin helemaal veilig hebben gemaakt, heb ik natuurlijk de bever lekker los laten lopen. We zullen eens heel even checken wat op dat... Oh, ho. Stop maar lopen. Kom hier. En ook... Oh, kijk, hij heeft een leveltje. Kijken. Oh. Wat super gaaf. Holy... Damn, wat is dat leuk? Oh yeah, dat vind ik echt super vet, dames en heren. De rest gaat natuurlijk gewoon allemaal in weight. En zullen jullie even kijken, want hij heeft al een hele dikke lading hout bij zich. Wat ideaal is. En ook hier. Michelle Huiting, jij had nog een heel goed idee. En ik ga hier de dino's die hier op wandeling gaan in de tuin. En nog previous geen naam hadden. Dus de nieuwe dino's, wij gaan hier nog het nieuwe... Oh ja. Ga je maar wandelen. Maar de nieuwe dino's die hier in de tuin gekomen, die ga ik vernoemen naar mijn kijkers. En dus we zullen eens even kijken of Michelle, of jij ook een of andere leuke emotes afspeelt. Of dat jij dat niet doet. Oh yes, super gaaf. Oké, de rest gaat er ook in. Oh, yeah, dino's oplevelen wordt weer helemaal leuk. Bukito, kom eens hier. Ook Bukito, die hebben wij natuurlijk op wandeling in de tuin rondgegooid. En kijk eens even, dames en heren. Fiber om het leven. Dus ook dat zijn we niet heel hard meer nodig. Waar gaan we mee levelen? Ik denk gewoon melee damage. Oh, die emote valt me tegen. Had ik iets meer van verwacht. Oh, ik had er gehoopt dat hij op zijn borst zou lopen te slaan of zoiets, weet je wel. Holy damn, daar valt echt tegen. Maar goed, geen probleem. Elke emote is wel grappig. Ik denk dat het super gaaf is dat ze emotes aan de dino's toe hebben gevoegd. En er is nog iets veranderd in Ark, dames en heren. Er is nog iets veranderd in Ark. Je hebt nou groepwissels. Kijk eens vlak boven mijn team ordering group 8. Team ordering. Is dit dan? Team ordering. Maar dan kunnen wij dus team... Oh, auto hide enabled. Ik had dus niet op chat willen drukken. Maar toen maar, hebben we verkeerde knopjes. Dat gebeurt wel vaker. Anders gaat hij weer niet hiden. Oh... Beetje lekker het inloaden van de basis. Maar wat dat dus inhoudt, dames en heren. Wat dat dus inhoudt is hier. Modify ordering groups. Je kunt een dino nou bepaalde groepen en classes geven. En als je dan dus op follow all drukt. Dan volgen alleen de dino's uit die groepje. Dus je kunt een farming groep maken. Zegt de bevers en de dodiks. Die maak je dan in de farming groep 1. En dan fluit je gewoon op follow all bij farming groep 1. En alle farming dino's die volgen je dan. En oh my days, Belladonna, wat ben jij een schoonheid. Heb je het leveltje? Nee. Oké, jammer. Wat ben jij een schoonheid van een bever? Oh wow. Ik ga jou een geschikte partner zoeken. Echt, dat beloof ik je. En wij hadden nog wat plannen met beren. Alleen die plannen met beren zullen we nog even moeten wachten. Want deze update heeft niet alleen hele gave dingen als nieuwe whistles en group whistles en... Super vette emotes. Oh, zal Barry een leveltje hebben? Ik moet ook drinken of eten. Ik heb veel te veel. Barry. Barry, waarom heb jij jerky meat bij je? Dat is nieuw. Oké, maar. Er zijn natuurlijk ook nieuwe dino's uit. Ik heb nog geen Dynamite gedaan op de server. En ik denk wel dat we dat even moeten gaan doen om te kijken of die nieuwe dino's er zijn. Ik ga even bij de jongens die zitten gezien in de Alessandra is online. Die jongens zijn allemaal wel wat online. Ik ga even bij de jongens in Teamspeak. Dan gaan we denk ik gezamenlijk even op zoek naar de nieuwe dino's. Oh yeah. Ik heb er niet op ingelezen hoe we ze gaan temmen. Dus dan gaan we gewoon gaandeweg proberen. Super gaaf, dames en heren. En wij zijn natuurlijk... Oh, wacht even. Ik zie al een nieuwe dino. Daarvoor zei ik niet. Wacht even. Holy damn. Dat is een mochops.
Ik denk dat dat Daniel is, maar gaan we zo even doen. Ik wil eerst eens even, dames en heren. Oh, dat is teaser. Ja, is goed, man. Dat is al een van de nieuwe dino's. Daar kom ik zo weer terug. Want eerst moet ik heel even zeggen. Een van de jongens die sinds kort toch wel een hele, hele trouwe commentator is op mijn video's. Is Eli. Eli, jongen, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je een fijne dag hebt en dat je er veel van geniet. En dat je natuurlijk nog heel wat verjaardagen te gaan hebt. Dus ja, dames en heren. Check in Eli's kanaal. Hij is vandaag jarig. Dus feliciteer hem even, dames en heren. En natuurlijk, wij gaan nou bij die jongens in Teamspeak. En dan gaan wij die nieuwe dino stemmen. Dus dames en heren, wij zijn zo weer terug bij jullie. En daar zijn we weer. Dames en heren, zoals jullie zagen al in het laatste clipje, is hier natuurlijk een Machops. Holy damn. Dit is een van de nieuwe dino's en dit is een leuke team. Het is een passive team. Jullie weten hoe dol ik ben op passive teams. Maar hij zegt iets over Raw Prime Fishmeat. Net keek ik bij eentje en die wou Organic Polymer. Volgens mij hebben wij vast ook wel een heel klein beetje Organic Polymer. Dus daar gaan we gewoon even naar kijken. En als die dat niet wil, dan geven we hem gewoon Raw Prime Fishmeat. Er komt Mereltje, onze Perfect Team Pelagornis, ook nog eens een keer buiten. Dan gaan we daar eens even wat vis mee. Oh, ik hoef niet eens naar binnen. Pool Resources, Select Organic Polymer. Ik zag net echt eentje staan, Organic Polymer. Oh, oké. 17 is vast wel genoeg, ja. Dus dan gaan we dat eerst eens even proberen. Die ene die wij net al zagen lopen, die dacht dat hij kon zwemmen. Alleen ja, piranha's, die hebben hem toen opgegeten. Misschien moeten we gewoon beide pakken en kijken wat het meest effectief is. Laten we dat doen. Oh, ja, rennen we naar binnen. Mereltje, kun je mee tillen? Kun je mee tillen, meisje? Mereltje heeft een leveltje op. Oh, wat voor emote zal zij doen? Wat voor super gaaf emote zal zij doen? Movement speed. Oh, oké. Ja, oké. Hé, is wel een leuk emote. Gaat erg gekund. Moeten we eigenlijk wel even wat van die salmon dingen zien te vinden. En aangezien hier bijna altijd alles leeg is. Vliegen we even richting Richmond Base. Volgens mij zit daar nog wel wat salmon. Wauw, jongens, zo'n Pelagornis is echt super, super snel. Ik heb er alleen maar opgeleverd in movement speed en nooit weer gebruikt. Oh, even een ritje bezig laden. Oh ja hoor, zit die salmon weer te diep? Kan ik hem niet opeten? Ik heb wel wat anders opgegeten. Oh, dat was natuurlijk de piranha wat ik al baat. Sabertooth Salmon, die geven toch ook Prime Fish meer? Oké. Okay. Deze niet. Prime? Geef mij Prime. Het waren toch de Sabertooth Salmons die altijd de Prime Fish meer krijgen? Moet ik ze niet met Mereltje oogsten? Zal dat het zijn? Oh, ik heb schildpadden boos. Anders even op aan te vallen, hier zit weer helemaal niks. Wauw, volgens mij heeft Mereltje brainworms, jongens. Volgens mij heeft Mereltje brainworms. Iemand enigszins een idee hoe ik snel Prime Fishmeat kan krijgen zonder dat ik de oceaan in moet? Geen idee. Geen idee. Ja, ik weet het wel, maar dan ga je het toch niet doen. Hoe dan, teaser? Ja. Het begint met een C. De C, ja, jij wil weer cheaten. Oh my god. Ja, dan hoef je niet de oceaan in. Oh wauw. Hij geeft mij één Prime Fish Meat. Eén? Zo'n Sabertooth Salmon geeft mij één Prime Fish Meat. Oh. Oh wauw, dit is een mega piranha, jongens. Oh wauw, hij overleeft ook gewoon twee shots van mijn Ascendant Bow. Ik had beter kunnen vissen. Reload is geen probleem. Dat mag best. Je mag ook best gewoon hitten. Geen probleem. Oh wauw, dit ding heeft 3 pijlen in zijn staart. Hij is nog 4 pijlen in zijn staart. Hij is nog niet van plan dood te gaan. Oké, nou is hij dood. Eindelijk. Oh, geen Prime Fish meer. Ik dacht echt dat dit altijd dé manier was om Prime Fish meer te krijgen.
Nou, we hebben een paar prime fish meer, blijft toch niet zo lang goed. Waar is Mereltje? Kan ik op Mereltje? Mereltje. Kom hier. Ja, ga even zitten. Goed zo. Kom maar. Yeah. Oké, okay, gaan we nou gauw terug naar die modshops, dames en heren. En dan gaan we eens even kijken wat of dat hij het liefste wil eten. Ik heb nog heel even gecheckt op de taming calculators. Zowel de Dododex als de Survive Arc Companion hebben nog niet de nieuwe taming informatie over de modshops. Dus, dit wordt trial en error. En eigenlijk vind ik dat ook wel heel en heel erg super, super leuk om te doen. Dus, even kijken. Volgens mij zit mijn taming pan hier. Ergens? Ja. Hij begint in te laden. Oh, zo. Dus, we hebben organic polymer, een beetje prime fish meat. Even kijken. Oh, nee. Deze wil echt alleen maar prime fish meat. Oké. Feed. Oeh, dit gaat nog wel even duren. Ik denk dat ik onderweg nog wel eens een keer weer nieuwe raw prime fish meat zal moeten gaan halen. Aangezien dit nog maar 3 minuten goed is. Holy damn. Moet ik even de zee gaan met een Maar blijf niet kort goed. Blijf me heel kort goed, net zoals gewoon prime meat. Misschien zelfs wel kort. Ik kan het natuurlijk even gauw in de koelkast gooien. Dames en heren, ik ga kijken of ik dit ding enigszins getemd ga krijgen met de raw prime fish meat. Organic polymer, dat zal ik dan wel verkeerd hebben gezien. Ik heb geen idee. Best of teams, wat zijn we daar dol op. Wij gaan dit even proberen, dames en heren. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Oh mijn god, dames en heren. Nu vraagt hij niet om meer om prime fish meat. Nu vraagt hij om een rare mushroom. Ik had wel gelijk. En ik ga vroeger eerst om organic polymer. Die dingen die zijn gewoon niet wijs en weten gewoon niet waar ze van houden. Of ze zijn heel erg wijs en eten gewoon echt alles. Dan heb ik vast hier nog wel ergens een rare mushroom of twee. Rare paddo's. Oké, dus Daniel, wacht nog maar even met de prime fish meat farmen. Want misschien wil die straks wel weer helemaal compleet iets anders. Ja, ik blijf even in de buurt van Combus. Dan kan ik zo heen en weer vliegen. Dit is een zeer bijzondere team. Oké, okay, hij heeft die rare mushroom opgegeten en dat is echt gewoon 22 keer zo effectief geweest als dat die prime fish meat was. Holy damn, dames en heren, als hij weer honger heeft, dan ben ik weer terug bij jullie. Dan zijn we nog even weer, dames en heren, een kleine update. Put raw prime meat in last item slot to feed. Oh my days, dit is niet een team waar je je super super goed op voor kan bereiden. Je moet prime meat hebben, raw prime meat, raw prime fish meat. Falcon, wij gaan even heel gauw wat opeten hier. Zo'n ding. Zo. Oh, we kunnen wel even gauw een slang opeten. Ik heb maar één prime meat nodig. Dus. Oh, dat was een Meganeura. Oh, heel veel Meganeura. Dit is goed voor de frames, jongens. Dit is goed voor de frames. Heb je nog prime meat gekregen? Oké, okay, 4 keer raw prime meat. Helemaal goed. Let's go! Oh. Damn. Stomme inladen van de basis is er echt niet beter op geworden, om heel eerlijk te zijn. Maar oké, okay, let's go. Prime meat. In tijd is mijn basis zelf nog even weer opnieuw aan het opbouwen. Oké, okay, hier, alsjeblieft jongen, we hebben raw prime meat. Oeh, dat is wel lekker effectief. Dames en heren, jullie weten het wel weer. Ik wacht even weer tot hij weer hongerig is en dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Channel. En daar zijn we weer. In het holst van de nacht vul die gelukkig gewoon nog een keer raw prime meat. Oh damn, ik had zo gehoopt dat dit hem was. We zullen dus nog heel even weer moeten wachten, dames en heren. BRB's. En daar zijn we weer, dames en heren. Hij wil nou gewoon weer rare mushroom. Dus het valt best wel mee. Oh yeah. Ik heb ook al een naam voor hem. Was dit eigenlijk een vrouw of een man? Als het een vrouw is, dan werkt dat niet helemaal. En je staat een follow op mij. Het level 142 geworden was 95 om mee te beginnen. Het is een vrouw. Oh damn, dan heb ik nog geen naam ervoor. Maar, ik weet het. Het is nacht. Het ziet er allemaal een beetje grijs uit. We gaan eens even kijken. 1575 HP, 1080 stamina, 257,5% melee damage. Oh, wauw. Die dingen die zijn niet om mee te clearen. Volgens mij staat gewoon sterker als een raptor. Hier, ik heb nog wat fishmeat over voor je. Eet jij dat maar lekker op. Maar, access inventory. Geen zadel. Few harvesting levels. Oh my days. Dames en heren, deze kan
sap oogsten. Hij kan raw prime meat oogsten. Hij kan raw prime fish meat oogsten. Rare flower, rare mushroom, leech blood, organic polymer. Ik kan alleen niks selecteren, dus we zullen wel niet in de juiste plek zijn daarvoor, maar... Oh, wauw. Wauw. Few harvesting levels. Oh, wauw. Dat is echt wel heel gaaf. Ik moet even... Modify, ordering group, space, change name... Order, disable following. Ja, dat mag sowieso wel even. Staat die op wandering? Staat die nou automatisch op wandering? Deze staat gewoon op automatisch op wandering naar Temmen. Oh, kom maar dan. Kom, dan trap ik je eruit en kijk maar of je hier iets in de tuin kan harvesten. Ik denk het niet, maar... Oh, wauw. Als deze dat soort dingen voor je kan harvesten, dat lijkt mij echt, echt wel heel, heel, heel erg gaaf. Ja, kom maar. Je kunt het. Oh, die turning radius van dino's. Ik laat hem gewoon even op wandering door de tuin heen, show, dames en heren. En wij gaan zelf gauw verder met het temmen van de volgende dino's op de lijst. Hij heeft een leveltje. Geen idee waar we het in moeten pompen. Melee damage. Oh, schattig emote. Het is gekopieerd vanuit de Lystrosaurus. Dus dat is super, super gaaf. Hij staat nou niet meer op wandering. Enable wandering to mate. Ik doe gewoon enable wandering. Oh, enable following. Nee, enable wandering. Enable wandering. Doe maar. Oeh, plus one. Oh, wauw. Je moet hem gewoon levels geven in de harvesting. Ik zie nou hoe dat werkt. Je moet hem gewoon levels geven in de harvesting. Few harvesting levels plus one is available. Sap hebben we hier niet. Raw prime meat. Man, who cares? Hij mag van mij wel rare flowers een leveltje in. Oh, dan verhoogt hij de quantity en het weight. Wauw, ik heb geen idee hoe dit werkt. Maar nee, je mag op wandel blijven lopen, toe maar. En unfollow, loop maar wat rond. Misschien krijgen we wel rare flowers van hem. Ik heb geen idee. Laat hem in ieder geval maar zijn best doen. Wij hebben hem één leveltje gegeven in het harvesten van rare mushrooms. Ik hoop dat wij er nog enigszins achter gekomen hoe of dat hij dat dan zou moeten harvesten. Dames en heren, dit is het voor deze dino. Misschien doe ik er nog een keer dino special over, maar ik beloof helemaal niks. En wij gaan even kijken of wij nog andere supergaven van de nieuwe dino's kunnen gaan vinden. Dus dames en heren, wij zijn zo weer terug. En daar zijn we weer. Dames en heren, die matchups op wandering. Oh my days. Dat vis had ik hem gegeven. Maar op wandering, hij harvest fiber, hij harvest berries, hij harvest wood, hij harvest veel meer thatches wood. Maar hij harvest gewoon alles. Die spoiled meat is natuurlijk vanuit die fish meat wat allemaal gespoiled is. Maar hij harvest hier al alles. Ik denk dat we hem ook eens een keer een rondje moeten laten lopen in de swamp. Want toch ben ik van mening. Ik ben van mening, few harvesting levels. Dat die rare flowers, rare mushrooms, waar ik die rare flowers zou moeten farmen. Geen idee. Maar wij gaan hem eens een keertje loslaten in de swamp. Dan gaan we deze aflevering niet doen, want Teaser die vond nog voor ons één van de nieuwe dino's. En die heeft hij hier gedropt, dames en heren. Ik heb geen idee. Hij had hier misschien van nature ook wel kunnen spawnen. Maar Teaser heeft deze gedropt voor ons. En het is een wild male Pachyrhinosaurus. Dus oftewel de neushoorn. Oh nee, we hebben al een neushoorn. De Pachyrhino. Dat zal wel een Pachyrhino worden. Zo te zien aan zijn kop is dat nogal hard. Dus dat denk ik dat het net zo is als bij een normale Pachy. Dat minder torpor damage doet. Ik ga old school. Ik ga het proberen. Boom. Eén dart erin. Hij vlucht. Oh my days. Het is een vluchtende dino. Dat meen je niet, want hij vlucht richting mijn plant species, denk ik. Als ik aan deze kant ga staan, ga je dan verder die kant op, jongen? Ga je dan verder die kant op? Oké, hij is al... Oh, nee, hij heeft zich bedacht dat hij wil matten. Oh, oké, vlak voordat hij mij kon hitten is die Nokkie. Hij heeft een heel erg snel drainende torpor, niet superveel HP. En, wat wij natuurlijk ook gaan proberen, we gaan eerst eens heel snel naar onze base rennen en narcotics halen. Had ik dat eerst bij me moeten hebben? Ja, absoluut. Vergeten we wel vaak wat? Ook absoluut. Ook hadden die jongens het net over een slak. Rich die heeft al een slak gevonden en die probeert hem nou te temmen. Dus hopelijk weten wij straks ook hoe of dat wij een slak zullen moeten gaan temmen. Narcotics. Zit hier nog wat in? Alleen narcoberries. We hebben genoeg narcotics. Dames en heren. Oh, hold your horses. Geen paniek. We hebben genoeg narcotics. En ook heeft Daniel die heeft voor ons al even wat
Caprosuchus kibbel gemaakt. Hij heeft me net de recipe verteld, maar ik heb het geheugen als een zeef, dus probeer gewoon wat uit. Dat is hier. Caprosuchus kibbel. Dat is de enige van de nieuwe dino's van de laatste update. Dus niet van deze update, maar van de update daarvoor. De enige van de nieuwe dino's waar wij eitjes van hebben. Dus die kibbel gaan wij gewoon proberen. Want ik heb natuurlijk geen flauw idee of dat de juiste kibbel is. Of dat de kibbel van zijn voorkeur is, de ja of de nee. Wel weet ik dat we heel gauw wat narcotics erin zullen moeten gooien. Narcotics. Oké, laten we eens een keertje 10 gebruiken. Oh, oh, ik snap zijn hoofd. Ik snap zijn hoofd. Oh, oh, best grappig. Hij heeft best wel een mooi hoofd. Hij is best wel weer mooi gekleurd. Maar ik vind zijn schubbenpatronen wel een beetje faal uitzien. Misschien komen ze er nog wel in mooiere varianten dan dit. Hij heeft in ieder geval wel een schitterend mooi hoofd. Nee, we gooien gewoon die kibbel erin en zien of hij het opvreet. Ik kan straks wel een beetje op Barry's halen. Laten we eens even kijken. Kibbel is normaal gezien 100 voet, dus daar heeft hij nog helemaal geen zin in. Oh, wauw, hij eet de kibbel al wel. Is dit de... Oké, okay, never mind. Dat is niet de geschikte kibbel. Damn. Oké, okay, dus gebruik niet de Caprosuchus kibbel om die Packy Rhinos mee te temmen. Waar is mijn matchups? Oh, ik ben al helemaal verliefd op die matchups. Eet film, ja. Kijk, die heeft ook al wat Matthew Berries bij zich. Oké, okay. You are starving, find something to eat. Oké, okay, gaan we zo doen. Oh, dan heb ik wel bij me. 4, 5. Rennen we gewoon nog even weer heen. Waarschijnlijk eet hij wel Matthew Berries. Hij lijkt wel zoveel op een Packy en op een trike. Waarschijnlijk eet hij Matthew Berries. Yep, het is een berry tame. Oh my days, die berry die geeft hem evenveel taming effectiveness. Oh, holy damn. Dat gaat even duren, dames en heren. Dat gaat echt wel heel even duren. Misschien is die wel de Diplocaulus kibbel nodig als die überhaupt eitjes leggen. Ook zal hier toch echt wel een zadel voor moeten zijn. Zullen we heel gauw eens even kijken of wij die kunnen leren. De Packy Rhinosaurus kost 18 Engram Points. Ik kan jullie niet vertellen welk level het nodig is. Equip a trike with this to ride it. Oké, okay, de omschrijving is fout, maar daar zal vast nog wel weer een patch voor komen. Hij eet de berries wel vrij snel, maar oh my days, dit is gewoon een baby septeem. Oh my days, die vreet nog kort, ik zou zijn gek. Nou, dames en heren, jullie weten wel weer wat mij te doen staat. Ik zit hier nog even een flinke tijd te wachten tot het dit ding eindelijk is getemd wil worden. En ik denk dat ik vanuit frustratie af en toe wel eens een dart op hem zal kunnen gaan schieten. Puur omdat hij zoveel narcotics nodig is. Dames en heren, wij zijn er zo weer. Oh mijn god, dames en heren. Dames en heren, eindelijk is de Peggy Rhinosaurus getemd. Oh my damn. De team duurde erg lang. Real life riep, hij werd wakker. Ik ben een kombeest geweest. Ik heb van alle kibbel 5 gemaakt. Geen één was zijn favoriet. Geen één was zijn favoriet. Oh my damn. Oké, okay, hij is getemd. Het is een berry tame. Het heeft mij, ik denk, 300 narcotics gekost. Er zat ook 1000 in toen hij wakker werd. Maar goed. 300 narcotics verder. Zijn torpo loopt nog steeds een beetje op. Ik mag hem misschien een beetje te veel hebben gegeven. Maar goed, 1650 HP is 390 stamina, 496 weight, 192,2% melee damage. Hij lijkt gewoon extreem veel op een trike. Ik wil er een zadel voor maken nu heel erg snel, want holy damn. Sinds het begin van het seizoen dat ik die 2 brontos heb getemd, heb ik geen enkele herbivore meer getemd. Zonder überhaupt kibbel te hebben. Holy damn. En dit ding wordt wakker. Als je zo'n ding wilt termen, dames en heren. Oh, breng wat narcotics mee. Zo de oh mijn. Zo de knijter. Laten we daar maar op houden. Holy damn. De zadel hier. Saddles. Gally. Nee. Packy. Oké. Okay. Dat is niet hier. Dan is dat hier. Craftables. Packy Rhinosaurus. Packy Rhinosaurus saddle. Hide fiber wood. Dat zit hier vast wel in. Hide fiber wood. Wauw, niet genoeg hide. Oké, okay. Craft it. Go. Yep. Hey, ik zou graag de kibbel even in de koelkast gooien. Maar onze koelkast zit te vol. Gewoon veel en veel te vol. Wel kan ik die narcotics nog heel gauw even dumpen. Doe.
En Gekke die was overigens heel goed bezig ons te helpen. En die blijft dus een nachtje slapen, neem ik aan. Heb ik hier echt geen ruimte meer? Oké, nee, geen ruimte. Een beetje. Ik kan best wel wat ruimte maken. Kan weg. Trululul. Nog lang niet genoeg natuurlijk. Pak me in mijn inventory. Ik breng die kibbel straks nog weg. Oh, wauw, nou alweer vol. Wauw, misschien heb ik iets te veel cooked meat en cooked prime meat. We zijn gewoon toe aan 4 koelkasten, 5 koelkasten, 6 koelkasten. Maar mij niet uit hoeveel koelkasten. 1, 2, 3, 4, 5. Hele lading koelkasten. Ik moet het echt nog uitbreiden. Wij zijn wel heel veel aan het bouwen, maar vrij weinig bezig met dingen daadwerkelijk bouwen om ons beter te maken. Wakker te maken. Ik moest wakker worden. Oh, ik moest met moeite met wakker blijven om dit ding te temmen. Holy damn. Zadel, laat. Texture, laat. Nu. Oké. Okay. Oh yeah. Dat ziet er super, super vet uit. Hoe is de speed? Twilight. Hoe zijn de attacks? Is die ook side attacks? Nee. Oké. Dus gewoon een headbutt forward. Oh, wauw. Wat is dat? Een of andere mist om hem heen. Wauw. Gaaf. Wat is dat? Holy damn. Dat is gaaf, dames en heren. Doe dat iets met die dodo? Oké. Nee. Ik doe niks met die dodo. Oké. Tiglike. Hij farmt dus besjes. Ja, vergelijken we hem met de Drake. Maar laten we hem niet te veel vergelijken met de Drake. Hebben we een C-attack? Oké. We hebben geen C-attack. Waar gaan we hem op levelen? Melee damage is Oebelo. Laten we daar maar wat bij opgooien. Dit kan nooit kwaad om melee damage een beetje omhoog te pompen. Ik weet ook niet heel goed of het nou ochtend of avond is. Dus of de nacht snel komt of niet. Ik ga even naar buiten rennen en kijken of daar iets is waar we mee kunnen matten. En hier zijn we, dames en heren. Schijnbaar heeft Ark nieuwe keybindings in gebruik. Het zal wel met de clubbusters te maken hebben. Ik ga het graag even met die rechter van maat. Wat doet die speer? Doet die? Doe rechter muisklik. Yeah! Oh. Wat is dit? Oké, wauw. Echt niet? Oké, want een pakje Rhinosaurus. Pakje Rhinosaurus versus Trikes. Ik ga dit niet halen, man. Gewoon serieus niet. Ik ga dit gewoon niet halen. Nee! Oh mijn god, ik zit hier nog klem over. Ik die boom gewoon om. Kunnen we vluchten? Ik zit klem. Ik zit hartstikke klem hier. Vlucht naar binnen! Nee! Nee, mijn pakkie! Mijn nieuwe pakkie! Oh my days, mijn stamina is op. Hij heeft ook net zo'n goede stamina als een trike heeft. We kunnen niet force feeden. Oh, Poquito. Waar is Poquito? Poquito! Oh, Poquito, kom op! Red me! Rennen! Poquito! Oh. Oh, Poquito! Oh, mijn god! Oh. Wauw! Oké. Oh, dat is wel een hele coole animatie. Het is geen goed idee om met deze packies te vechten met de trike, dames en heren. Holy damn. Oh mijn god. Ik ga hem heel gauw opruimen. Spitty? Dat is wel een goede naam voor hem. Voor haar. Board passenger seat? Oh my god, you gotta be kidding me. Er is gewoon een passenger seat. Je kunt gewoon met twee mannen op dat zadel. Oké, super vet. Ik wil hem niet nemen, maar... Holy damn, wat is die stamina bagger slecht, man. Hij heeft al die tijd nog zijn stamina niet geregend. Kom op, kom. Gauw verstoppen in de veiligheid van onze base. Go. Gauw. Rennen.
Holy damn. Oké, ze zijn niet super snel, ze zijn niet super sterk, maar ze zijn natuurlijk wel super, super gaaf. Wat die spit doet, ik denk dat het iets is dat het hem verstopt. Dat het hem verhult. Misschien verblindt het tegenstanders wel wat. Ik weet het niet helemaal. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Waar ik wel over uit ben, is dat hij weer wat HP's nodig gaat zijn. Disable public seeding. Oh my damn. Hey, kan ik ook gewoon nog... Oh, wow. Nou is de matchup ook al dood. Oh my god, dat moet je niet menen. Waarom? Ik wil gewoon change name. Kan dat ergens? Change name, oké. Okay. Laten we hem in ieder geval even taggen. Let's see. Spitty. We noemen hem gewoon Spitty. We parkeren hem in de hoek. Ik kan hier weer een beetje healen. Dames en heren, ik hoop dat jullie er in ieder geval enorm van hebben genoten van deze nieuwe dino's. En jullie hebben het gezien, ik ga nieuwe matchups moeten temmen. Maar die was low level en op zich een easy, easy tame. Als je alle materialen maar wat in huis hebt. Spitty is wel heel gaaf. Wat we met haar gaan doen. Wat we met hem gaan doen. Ik heb nog geen idee. We gaan eerst toch nog maar eens achterkomen. Wat voor kibbel of dat ze nodig zijn. Want ik ga daar absoluut niet de level 150 temmen met besjes. Oh my days. Absoluut niet. Dames en heren, zoals jullie hier zien, Sander heeft de muur nog een stuk verder weer afgemaakt. Oh mijn god, wat geweldig, geweldig gaaf wordt dit. En natuurlijk, jullie comments, jullie duimpjes omhoog. Jullie zijn de top. Jullie maken het voor mij waar, dames en heren. Bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. Appetje.